men heeft een stuk land geschonken waar geen op. Beste mensen, welkom in mijn kerk. Mijn kerk? Hoezo mijn kerk, zult u zich wellicht afvragen? Nou, dat ligt heel eenvoudig. Ik ben Sint Agatha en deze kerk is aan mij gewijd. U vindt het vreemd dat ik hier als man voor u sta? Ach, u weet dat heilige wonderen kunnen verrichten. Dat moeten ze zelfs, anders worden ze niet eens heilig verklaard. En denk maar aan Sinterklaas, die kan ook op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Dus dat ik het leuk vind om hier als man voor u te staan, is gewoon mijn eigen kleine wondertje. Ik ben trouwens niet de enige die zoiets leuk vindt. Want hier bij me staat de heilige Odilia. Nou, dank je wel hoor, Agatha, dat je het weer voor mij fijn verpest hebt. Ik had nou juist ook willen laten zien dat ik als patrones van de kruisheren best wonderen kan verrichten. Daarom sta ook ik hier als man. Maar je moest me weer zo nodig voor zijn. Ik was een van de 11.000 maagden die werd vermoord door de hunnen, die barbaren. En God was zo blij met mij dat hij mij heeft aangewezen als patrones van de kruisheren. En ik verscheen in een droom aan de kruisheer Johannes van Epra. En ik vertelde hem waar hij mijn overblijfselen kon vinden. Die heeft hij in 1287 gevonden en overgebracht naar het moederklooster in Boei. Daar hebben de kruisheren mij netjes bewaard in een rijk beschilderde kist. Dat ze er af en toe een bordje uit hebben gehaald. Als cadeautje, bijvoorbeeld voor dit klooster in Sint Agatha. Het zij onvergeten. Maar ik voel wel dat ik hier en daar een bordje mis hoor. Hinderlijk. Een prachtig verhaal, Odilia. Maar je weet dat ik hier veel eerder vereerd werd dan jij. Zelfs al voordat de kruisheren hier arriveerden. Heilige Augustinus zei al, wie geen tijd heeft om te werken omdat hij moet bidden, ook geen tijd om te ik. Als jij denkt dat je het klooster vooruit kunt helpen door voeten in de aarde en in de grond, mijn zegen heb je al. Ik ga mijn handen daar niet aan vuil maken. Nee, ik ga boeken schrijven en deze dan prachtig versieren. Wacht, als jij dan de hele dag zit te schrijven, hè, dan kun je misschien ook wel de administratie van de kapel opnemen. Ik heb begrepen dat er nogal wat wissen opgedragen moeten worden waar fondsen voor gestort zijn. O ja, en we hebben een aflaatbrief. Dat betekent dat er heel veel pelgrims hier naartoe komen en overwachten. Ja, want om kwijtschelding te krijgen van alle straffen in het hiernamaals, is het wel de bedoeling dat de mensen hier onze kapel bezoeken. Dat is goed voor hun welzijn, ja. En voor onze beurs. Maar ik heb toch even schop in de hand, hè? Want zo'n handweertje. Trouwens, over huisvesting gesproken. Wat moet hier dan eigenlijk allemaal komen? Oh, slaapzalen, eetzalen, een keuken en stallen en ziekenboeken. En om niet te vergeten, een scriptorium en een bibliotheek. Ja, maar we beginnen met het graven van een kelder, hè? Dat is om het eten in te bewaren. En daarna zetten we de pandhof uit, hè? Dat is de binnenplaats waar beneden de gevels van het klooster gebouwd gaan worden. Heel belangrijk, hè? Ja. Ja, dat is dan een rustplek, een stilteplek. Dat is een plek waar geen activiteiten plaatsvinden van alle dag. Wie gaat er eigenlijk zorgen
voor de gasten die hier overnachten. Tja, ik stel voor dat wij gaan bidden voor roepingen. Oh ja. Wacht eens. Dat water in de Maas, hè, is dat een beetje goed water om vier van te maken? Heb jij soms aan de... We willen optelen en dan kunnen we bier gaan brouwen. Heb jij soms aan de miswijn gezeten? Nee. Wij zijn hier om te bidden en voor het welzijn van de mensen. En niet om een café te beginnen. Dat is alweer 650 jaar geleden dat de kruisheren hier kwamen. Ik weet het nog zo goed. Maar ach, je kent het gezegde. Tempus ruit, hora fluit. Oh, gaan we weer intellectueel doen. Zeg nou maar gewoon dat de tijd vliegt. Ook al hebben wij daar als heiligen helemaal geen last van. Na de stichting ging het 2 eeuwen lang zeer voortvarend met het nieuwe klooster. De kruisheren kregen veel land cadeau en huizen en goederen. Dus qua financiën liep het allemaal soepeltjes en honger hoefden ze niet te lijden. Gelukkig brak in 1609 een periode van vrede aan. Maar het klooster was intussen een ruïne. Toen heeft Maurits, de zoon en opvolger van Willem van Oranje, het klooster heel goed geholpen. Hij zorgde voor geld en voor bouwmaterialen, zodat het klooster in korte tijd weer hersteld kon worden. En toen... Mag ik dat vertellen? Het is zo'n maf verhaal. Nou vooruit, omdat het maf is, dat past wel bij jou. Oh. Maurits gaf namelijk ook nog een cadeau aan het klooster. Een groot gebrandschilderd raam. Nu zit het raam niet op zijn oorspronkelijke plaats. Maurits had het in het middelste raam, recht boven het hoofdaltaar, laten plaatsen. Stel je voor, Maurits, afgebeeld als een protestantse heerser, met de Bijbel voor zich, en zie je daar links, tussen die twee zuilen, dat gele cirkeltje. Daar staat in het Hebreeuws Yahweh. Maar want protestanten mochten God niet afbeelden, dus deden ze het maar zo. Dus telkens als de mis gelezen werd voor het hoogaltaar, werd de hostie geheven naar een protestantse landsheer. Compleet krankjoren! Ja, een vreemd gevoel voor humor had die Maurits wel. Hij wilde waarschijnlijk laten zien wie hier de baas was. Maar het moet gezegd worden. De kruisheren moeten wel blij geweest zijn met dat raam, want het heeft de kerk zo'n 250 jaar gesierd. En eeuwenlang hebben de Oranjes het klooster gesteund. Rond 1860 werd aan de prior van het klooster een erfenis geschonken. De voorwaarde was wel dat het geld gebruikt zou worden om de kerk te verfraaien. De prior heeft toen de beroemde architect Pierre Cuypers gevraagd of hij die opdracht wilde aanvaarden. En toen Cuypers in de kerk dat Mauritsraam zag... Wacht, Agatha. Daar staan de gezellen van Sint Maarten al klaar om ons te laten zien hoe dat ging met dat raam. Anja, Anton, mag ik jullie uitnodigen om samen met mij een stukje uit de geschiedenis van de kloosterkerk na te spelen? De situatie is als volgt. Prins Maurits heeft tijdens de 80-jarige oorlog de kloosterkerk een gebrandschilderd raam geschonken. Heel bijzonder... Want Maurits was een protestant. Pierre Cuypers was in de tweede helft van de 19e eeuw dé architect van Nederland. Hij heeft kerken ontworpen, stationsgebouwen, het Vondelpark, het Rijksmonument of het Rijksmuseum. Maar hij heeft ook de nieuwe inrichting voor de kloosterkerk ontworpen. Cuypers wilde heel graag de opdracht binnenslepen voor het Rijksmuseum. En hij dacht, als ik dat klooster of als ik dat raam van Maurits weet te bemachtigen... Dan kan ik daarmee de koning paaien. Want het Rijksmuseum was ter ere van het Huis van Oranje. Hè? Met name koning Willem III. Nou, Anton, jij bent Pierre Cuypers. Pierre Cuypers, de architect van Nederland, vindt zichzelf de beste en duldt geen tegenspraak. Hij is de beste en dat zal iedereen weten ook.
Anja, jij bent de prior van het klooster. En hoewel niet helemaal van harte, maar je snapt wel dat je dat raam misschien wel af moet geven om meer of daar iets voor terug te krijgen. Jij bent voorstander van het weggeven van het raam. Ik speel een ander lid van de kloosterorde en juist iemand die tegen het weggeven van het raam is. 1874, Pierre Kuipers komt een kijkje nemen in de kloosterkerk en wordt rondgeleid door de prior. Wel, prior, ik vind het verstandig dat jullie mij hebben gevraagd om een ontwerp te maken voor de verbouwing van het klooster. Verstandig en ook logisch. Mijn naam en faam staat borg voor diepzinnig werk. Na mijn eerste onderzoek, wetenschappelijk, was mij al duidelijk de in de 80-jarige oorlog door Maurits van Oranje aan het klooster geschonken glazen noodraam past niet in de stijl van de huidige verbouwing. Tijdens mijn studie van betreffende de op handen zijnde aanbouw van het Rijksmuseum in Amsterdam werd mij daar wel een plek duidelijk waar het gebrandschilderde raam perfect zou passen. Via een groepje vrienden van mij heb ik inmiddels vernomen dat koning Willem III zeer onder de indruk is van mijn plan. Ik heb dat aan het klooster per brief al verschillende keren kenbaar gemaakt, maar tot op heden heb ik nog geen antwoord mogen ontvangen. Onbegrijpelijk. Het schijnt dat het klooster niet begrijpt dat ook ik, Pierre Kuipers, de bekende architect, niet eeuwig op antwoord kan wachten. We zijn blij dat u het ontwerp voor het klooster wilt maken. Toch uw vraag over het raam moeten we eerst bespreken in het convent. Ik hoop dat daar enige spoed mee gemaakt kan worden. Goedemiddag. Ik denk dat het een goed idee is om toe te geven aan Kuipers om het raam weg te halen uit onze kerk. Wellicht brengt het ons ook nog wel goedwil voor het klooster en het katholieke geloof als we het aan het Rijksmuseum geven. Waarom moeten wij katholieken iets afgeven dat al eeuwenlang in bezit is van het klooster? Dat doet hij alleen om de koning te paaien, nergens anders voor. Wij kunnen die belangrijke architect via Kuipers toch niet voor het hoofd stoten? Wat slaan we dan voor een figuur? Oh nee, het is gewoon een dwingeland. Hoezo zet hij ons onder druk om het raam af te staan? Dat doet hij gewoon voor zichzelf. Ik heb het nooit een goed idee gevonden dat we de mis opdragen in het aangezicht van de protestantse prins. Wie heeft dat ooit bedacht? Fijn als het raam verdwijnt. Dat raam staat voor onze bijzondere geschiedenis. Dat raam is ons dierbaar, want het gaat de deur niet uit. Dat raam past niet meer in onze nieuwe inrichting. Er komen nieuw gebrandschilderde ramen in het koor, zegt Kuipers. Hoor onze kunstkenner. Dat ziet toch helemaal niemand? Dat raam blijft hier. Zo'n gebaar zou jegens koning Willem III heel mooi zijn als we het er gaan schenken. En de Oranjes hebben ons eeuwenlang gesteund. Dus zo'n geschenk zou bij de koning zeer in de smaak vallen. Hoezo gebaar? Kuipers wordt blij als wij door het Huis van Oranje iets terugschenken wat ze ons eerst zelf gegeven hebben. Bovendien zijn we dan van het rare probleem af dat er een afbeelding van een protestantse prins boven ons hoogaltaar prijkt. Toch alsof we de heilige mis een beetje aan hem opdragen. Nou goed, onder protest, akkoord.
Ik hoop dat jullie als verantwoordelijke van het klooster eruit zijn wat er met dat gebrandschilderde raam moet gebeuren. Het past ten enenmale helemaal niet in de stijl van de huidige verbouwing. Als jullie geen juiste oplossing weten te vinden voor dat gebrandschilderde raam, dan kan ik u zeggen, dan kan de bouw niet beginnen. We zijn zeer vereerd dat we mogen melden dat we het raam gaan schenken. Prima. Eindelijk zijn jullie tot één keer gekomen. Proficiat, mijn beste vrienden. En mag ik u misschien nog een klein idee aan de hand doen? Schenk het raam aan de koning. Ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum. Hij zal u eeuwig dankbaar zijn. Er is één voorwaarde. Dat de naam van het klooster vermeld wordt. Ja. Kuipers. Een goede dag vandaag. Een goede dag. Goeiedag. Nou, het leek erop alsof we dat raam voorgoed kwijt waren. Jongen, wel een drammer hoor, die Kuipers. Nou ja, je kent het spreekwoord. Met zeuren en zeiken kun je veel bereiken. Ik had toch liever wat netter, Odilia. Maar ja, niet iedereen heeft hetzelfde gevoel voor beschaving. Ach, gevoel voor beschaving. Nou, laten we ons maar liever bezighouden met wat er in de jaren hierna gebeurde. Want er gebeurde heel veel. Dat klopt. Neem bijvoorbeeld de tuin. De wandeltuin. Helemaal achterin. Die werd goed op de schop genomen. Procurator Johannes de Vlam, dat is de man van de centen, kocht veel boeken over de tuininrichting. Daar haalde hij voorbeelden uit voor de inrichting van de kloostertuin. Het is een tuin geworden met heel veel kronkelpaadjes, zodat de kruisheren al wandelend en zonder elkaar tegen te komen hun breviergebeden konden doen. Brevieren noemden ze dat. Er staan alleen maar groenblijvende struiken en bomen in die tuin. Daarom heet dat deel van de tuin Semper Virens. Altijd groen. Daar heb je haar weer met dat Latijn. Trouwens, het zat ook wel eens even heel goed tegen. Ja, het is precies 100 jaar geleden dat de kerkelijke fanfare Heilige Agatha werd opgericht. En het was geen gemakkelijke geboorte. In het eerste verslag wordt hiervan op vriendelijke manier gewag gemaakt. Ik citeer uit de 100 jaar oude tekst. Met het oprichten van de heilige sacramentsprocessie door de afdeling Sint Agatha ontstond bij vele inwoners het verlangen ook ene fanfare op te richten om hierdoor meer luister bij te zetten bij den plechtigen openbaren omgang van den koning aller koningen. Om dit doel te bereiken hadden enige ingezetenen zich tot het hoofd van het kruisherenklooster, den hoogeerwaarden heer Prior A. van den Doorn gewend. Deze, de redelijkheid van het verzoek inziende, had na rijberaad op 21 november 1920 vanaf den kansel een oproep gedaan tot alle mannelijke inwoners van Sint Agatha. Maar de geschiedenis van de fanfare als vaste begeleider van de processies leverde ook hele mooie anekdotes en verhalen op. Eén daarvan hoort u nu. Het was nog een hele tour.
zo'n vervaren oprichten. Dat kunnen we nu vertellen en dat weten we achteraf. Men had 15 mannen geselecteerd, maar nog geen instrumenten. Vanaf de kansel werd opgeroepen om te doneren om instrumenten te kopen. En die actie was zeer succesvol. Ongeveer 750 gulden, dat was in 1920 natuurlijk een enorme som geld, werden instrumenten gekocht. En uiteindelijk werd de fanfare formeel opgericht op 22 februari 1921. Vervolgens werd er heel, heel hard geoefend om natuurlijk te spelen. En op 5 juni 1921 ging men voor het eerst meedoen aan een processie. Dat was toen de tijd alleen door Sint Agatha en de eerste jaren ook nog door Sint Agatha. Maar toen wilde men verder. En in Katwijk bestond al de Mariagrot. Dus men besloot om buiten Sint Agatha aan een processie deel te nemen. Iedereen ging op eigen gelegenheid terug naar het huis. En Maria op de kapotte kar achter de tractor ging door het centrum van Kuik. Dat was er nog zo, de dijk bestond nog niet. Richting Sint Agatha. Maar halverwege had de chauffeur van de tractor toch al vanwege die zeer verantwoordelijke taak enorme dorst gekregen en ging aan bij een café in Kuik. Laten we zeggen, zo daar waar de posthoorn nou is. Misschien was het de posthoorn wel. Ik weet het niet, ik heb het niet meegemaakt. Maar goed, met enkele leden van de fanfare. Want het is bij de fanfare vaak zo, zonder drank geen klank. En nou ja, het duurde nogal, het zachtjes begon te regenen. En Maria stond in de regen voor de kroeg braaf te wachten. Trouw als Maria altijd is. Uiteindelijk ging het gezelschap natuurlijk huiswaarts. Maar ondertussen hadden enkele inwoners van Sint Agatha nog steeds Maria in het donker voor het café zien staan. Dat was de aanleiding voor een roddel natuurlijk. Maar Maria was in het midden van de chauffeur en enkele leden van varen. En geheel veilig kwamen zij weer terug bij het klooster. En in het klooster ging de wijnfles rond en in het dorp de roddelverhalen. Maar de fanfare groeide vanaf die eerste jaren. Groeide gestaag. Steeds meer mannen melden zich aan. Een voorbeeld doet volgen. Op enig moment werd er zelfs een drumkorps opgericht. Werden vrouwen toegelaten. Er werd met de aanschaf van nieuwe uniformen meer kleur gebracht in de kerkelijke fanfare. Nog ieder jaar worden regelmatig kerkdiensten muzikaal opgeluisterd. En ieder jaar bezoekt de fanfare trouw het kapelletje aan de Groene Driehoek hier in Sint Agatha om daar een Mariaviering te houden. En dan klinkt het zo. Dat ze veel nieuwe leden krijgen. Want wat is er mooier dan samen muziek maken? Ja, ja, inderdaad, goede tijden. Maar slechte tijden waren er ook in Sint Agatha. Agatha?
dat mag ook wel eens gezegd. Nee, nou, de oorlog. Ach, als ik daaraan terugdenk, word ik weer zo verdrietig. Dan moet ik denken aan die droevige dag in 1944, toen er een granaat insloeg bij de boomgaard. Er waren daar twee kinderen uit het dorp aan het spelen en die zijn allebei omgekomen. Een ontzettende klap voor die families. En een broeder die werkte in de boomgaard werd toen ook gedood en een pater raakte een arm kwijt. 1944 was sowieso een rampjaar. Er werd aan het dak van de kerk gewerkt en toen brak er brand uit. Daarbij is mijn kerk bijna helemaal verloren gegaan. De brand heeft ervoor gezorgd dat de gewelven van de kerk zijn ingestort. Dat heeft enorme schade veroorzaakt. En toen de brand geblust was, stonden alleen nog de muren overeind. Gelukkig hebben de mensen uit het dorp alles wat los zat in de kerk op tijd naar buiten kunnen dragen. Jammer genoeg is verder alles verbrand. Van alles wat Kuipers in de kerk had gedaan, niets meer over. Alles weg. En na de oorlog is de kerk wel gerestaureerd, maar het interieur was wit, kaal, steriel in vergelijking met de tijd van voor de brand. Het heeft heel wat jaren geduurd voordat de kerk de oude sfeer weer terug had. Daar hebben de kerkgangers aan bijgedragen. Elke zondag hutje bij mutje gelegd in een speciale collecte voor nieuwe gebrandschilderde ramen boven het altaar. Pas in 1962 was er genoeg geld gespaard. En dat geld was inderdaad voor deze mooie ramen van Joep en Sylvia Nicola. Best iets om trots op te zijn. Trouwens, over gebrandschilderde ramen gesproken, dat Mauritsraam is sinds februari van dit jaar wel weer mooi terug in de kerk. Op een andere plaats, maar toch terug waar het thuis hoort na zo'n 150 jaar. Ja, die Kuipers heeft er met zijn gezeur over dat raam wel voor gezorgd dat het in 1944 niet ook verbrand is met de hele rest. Dat Mauritsraam was toen veilig in het Rijksmuseum waar Kuipers het naartoe had gesjaggerd. Maar toen het Rijks in 2003 gesloten werd voor de renovatie, is het in een opslagplaats terechtgekomen en stond het een beetje stof te verzamelen. En er was geen enkel plan om het opnieuw te laten zien. Terwijl er in de loop van de tijd verschillende keren geprobeerd is om het raam weer terug te krijgen, maar steeds zonder resultaat. Maar nu, bij het 650-jarige bestaan van het klooster, is het gelukt. Eindelijk, met hulp van velen. Ja, dat hebben we weer goed voor elkaar. Jammer dat corona ons dwars zat. De koning zou het raam komen onthullen, maar door corona kon dat alleen maar digitaal, via een scherm in de kapel. Anders hadden wij samen lekker een selfie met Willem-Alexander kunnen maken. Ja, dat zou leuk voor de koning geweest zijn, met twee heiligen op de foto. Ach, van mij zijn al genoeg beelden en schilderijen gemaakt. Maar we hebben met ons gepraat over dat Mauritsraam een enorme sprong in de tijd gemaakt. Laten we eens teruggaan naar de tijd van na de oorlog. De tijd dat Nederland zich herstelde van de oorlogsellende. Ja, maar ook nog steeds van het rijke Roomse leven. Och, wat hadden we toen toch druk met al die jonge mannen die kruisheer wilden worden. Op het hoogtepunt woonden hier in Sint Agatha wel over de 60 kruisheren. Ik ben geen pessimist, Odilia, maar je weet dat zoiets niet goed kan blijven gaan. De maatschappij werd steeds welvarender. Er kwam een nieuwe generatie die heel kritisch was ten opzichte van de oudere generatie en die niet alles zomaar geloofde. Dat had paus Johannes de 23e goed door. Met het Tweede Vaticaans Concilie in 1962 probeerde hij de kerk te hervormen. Maar eigenlijk was het toen al te laat. Overal hielden de mensen het voor gezien. Die lieten zich niet meer voorschrijven wat ze moesten geloven. Ook bij de kruisheren sloeg de twijfel soms hard toe. Kijk maar. Inderdaad, warm, veilig en beschermd binnen de kloostermuren. Waar gaat het nou om? Is de kerk er voor het mysterie of is de kerk er voor de mensen? Maar wij kruisheren lezen toch de mis voor in alle dorpen in de wijde omtrek. En we komen toch bij de mensen thuis voor de sacramenten? Ja, ja.
alles voor het technisch onderhoud van het lijntje met God en de kerk. Maar iemand in nood heeft meer nodig dan wat preken en wat onbegrijpelijke rituelen. Je begrijpt het niet. God is als onze steun en onze leidsman. Nee, ik zal het wel weer niet begrijpen. Door het elke kritiek in goddelijke vermaningen gesmoord. Die prachtige Bijbelse spreuken, die o zo verheven mystiek van de Latijnse gezangen. Wat ik nodig heb, is kennis over de maatschappij. Over hoe ik de zwakken echt kan helpen. Ja, maar hoe is wij... Wij komen toch... helpen juist de mensen met de sacramenten heel goed. Zonder geloof en spiritualiteit in God kom je nergens. Komt niemand er. Dat is nou juist de vraag. Wie is God? Wat is God? En waar is God dan? Met al die ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de wereld? En hoe dien ik God dan het best? Wat ik nodig heb is kennis over hoe de mens en de maatschappij in elkaar zitten. Onrechtvaardigheid, ongelijkheid, dat riekt behoorlijk naar communisme. Je hebt je gelofte afgelegd aan de kruisheren en aan dit klooster. Wat bedoel je? Onze drie geloften. De gelofte, ten eerste, de gelofte van gehoorzaamheid. En dan de gelofte van armoede. En dan... En ja, het celibaat. Maar werkt dat wel zo? Heeft dat wel zo'n meerwaarde? Je gaat me toch niet vertellen dat je verbonden bent om buiten het klooster te gaan wonen? Je weet niet half hoe moeilijk dat is. De kruisheren zijn sinds mijn 12e mijn thuis. Alleen al bij de gedachte aan weggaan voel ik me onwijs schuldig. Mijn familie zal er schande van spreken. En wat moet ik dan? Wat heb ik nou geleerd? Kan ik wel voor mezelf zorgen? Dat is gewoon verraad. Verraad aan de orde en aan je gelofte. Ja, het voelt als verraad. Maar is het niet eerlijker tegenover mezelf als ik gewoon uittreed? Maar Dirk, denk er goed over na. Je raakt veel kwijt. Dat weet ik. Maar als leek in de maatschappij kan ik veel beter jongeren bereiken en me samen met de vrouwen, mannen en kinderen me daar inzetten voor de verdieping van het geloof. Denk goed na, Dirk. Onze geloften en sacramenten zijn heilig. Dat zal best. Maar iemand in nood voelt zich meer gezien en gehoord met een goed gesprek en echte interesse dan met een vroom gebed. Dat is voor mij de boodschap van Jezus. Oh. Hé, daar komt pater Dirk aan. Wel oud geworden, zeg. 88 nu. Hij is dus toch niet uit het klooster vertrokken. Nee. Daar leek het eerst wel op. Nee, na lang piekeren is hij toch gebleven. Dat was niet makkelijk voor hem, maar geleidelijk kreeg hij er vrede mee. Trouwens, anderen die wel uittraden, hadden het ook niet makkelijk. Hun kruisherenopvoeding bleef hun parten spelen in hun relaties met vrouwen. En ze bleven de spirituele kant van het kloosterleven missen. Nou, Odilia, beetje aardig zijn, niet te provocerend. Pater Dirk, hoe is het met u? Ik ben er nog, blij in voorspoed, geduldig in tegenspoed, vooral blijmoedig in de Heer. Dat past ons kruis, heren. Blij? Maar er zijn toch nog maar weinig kruisheren? Klopt. Lukt dat dan niet op u? Dat valt wel mee. Er zijn toch ook kruisheren bijgekomen uit Congo en Indonesië? Ah, u ziet de zonzijde. Ik kijk met voldoening terug op een goed leven. Ik heb hier in de kloostertuin meer dan genoeg te doen. Ik ben heel graag in de tuin. Ik heb hier zelfs mijn eigen Maria gevonden. Maar hebt u dan geen zorgen over de orde van de kruisheren? Ach, de meeste kloosters bestaan zo'n gemiddeld 200 jaar.
800 jaar kruisheren, waarvan 650 jaar hier op de Kuip brokkelen. Niet slecht gedaan, toch? Maar komt het einde van dit klooster dan toch niet dichtbij? Dat is nog maar de vraag. Er is hier veel verbouwd. Het gebouw heeft nieuwe functies gekregen. Onze cultuur, ons religieus denken en doen wordt bewaard door het erfgoedcentrum en de mensen die er wonen. Maar die religieuze cultuur, hè, is die dan wel mogelijk zonder kruisheren? Er zal bij de mensen altijd behoefte bestaan om los van de waan van de dag met gelijkgestemden zaken van leven en hiernamaals te overdenken. Aha, dus er is voor dit klooster toch nog wel een toekomst mogelijk. Maar dan als plaats voor stilte, rust, bezinning? Natuurlijk, altijd. Wie heeft er geen behoefte aan? Ik ga weer verder. Dag, heilige. Nou, gelukkig. Dan ziet het er ook voor ons nog helemaal zo slecht niet uit, Agatha. Tuurlijk niet, Odilia. Er zijn altijd wel dingetjes. De Maas kan hoog staan. Een virus kan toeslaan. Een pijntje hier. Een kwaaltje daar. Nee, wij beschermheiligen zijn gewoon blijvertjes. Niks aan de hand. Business as usual. Wat nou business, business. Het regent businessmodellen vandaag de dag. Maar ik voel mijn oude botten behoorlijk kraken. Ach, mens. Krakende wagens lopen het langs. Kom op, aan het werk. Niet zo snel. Mm-hmm.